30 jaar geleden reed ik voor het eerst in een elektrische auto. Dat was een Peugeot 106 elektriek. Vrij klein autootje. Die kon niet harder dan 90 km per uur. En je haalde er amper 100 km mee. In afstand dan. En er zat een loodzware nikkel-cadmium accu aan boord. In de 8 jaar dat Peugeot die auto bouwde, werden er een paar duizend gemaakt. En die werden bijna allemaal verkocht aan de Franse overheid. Het was dus niet echt een succes. 15 jaar geleden reed ik al een veel betere elektrische auto, de Nissan Leaf. Die had de prestaties van een niet te snelle benzineauto en het rijbereik was 150 kilometer. Eigenlijk ook nog niet om over naar huis te schrijven. Nu zijn we weer 15 jaar verder en de elektrische auto is inmiddels gemeengoed geworden. Er is veel meer keuze gekomen en er zijn ook goedkoper auto's gekomen. Je kunt zelfs tegenwoordig elektrisch een caravan trekken. Het automerk dat elektrisch caravan trekken bereikbaar heeft gemaakt is Volvo. En dit keer hebben we 2 auto's van het merk Volvo die meegaan op de Actie Free Life Test Tour. En dat zijn de EX30 die hier staat en de EX40 aan deze kant. EX40 was voorheen bekend als XC40, maar die naam hebben ze veranderd. Wij gaan vandaag al deze auto's testen. De nieuwkomer in het Volvo-gamma is de EX30 en die gaan we nu even wat nader bekijken. Dus de EX40 mag nu even weg. Met deze EX30 heeft Volvo wel de automarkt een klein beetje op zijn kop gezet. Want een compacte middenklasser met een vermogen van 272 pk voor minder dan 40.000 euro, die bestond een jaar geleden nog niet. Die prijs is overigens wel voor de versie met een 49 kWh accu. En die mag maar 1000 kg trekken. Wil je meer trekken, dan heb je de versie nodig met de 64 kWh accu. En die is ongeveer 5000 euro duurder, maar die mag wel 1600 kg trekken. Voor deze test hebben we de EX30 Twin Motor met standaard vierwielaandrijving en 428 pk. En dit is de snelst sprintende Volvo ooit gemaakt. Hij gaat van 0 naar 100 in 3,6 seconden en dat is zelfs sneller dan een Porsche 911 S. Om het even in perspectief te brengen. Qua design is de EX30 direct herkenbaar als een echte Volvo. Maar er zijn wel wat dingen anders dan we gewend zijn. Bijvoorbeeld de achterlichten en de koplampen. En bovendien heeft het front een wat rondere vorm. De EX30 heeft het formaat van een compacte middenklasse. Hij is 4,23 meter lang. Maar hij heeft wel een beetje het silhouet van een SUV. De auto is wel een stuk lager dan we van SUV's gewend zijn. Hij is 1,55 meter hoog. In het interieur kun je de ruimte verwachten van een compacte middenklasser. Voorin zit je goed, maar achterin is het niet riant. En de bagageruimte is met 318 liter doorsnee voor deze klasse. Het interieur van de EX30 is wel heel erg strak en netjes ingericht. Het is zelfs een beetje aan de kale kant, want je hebt hier achter het stuur helemaal geen instrumentenpaneel. Je hebt wel ontzettend veel bakjes en vakjes. Je hebt hier in deze middenconsole een groot vak met 2 bekerhouders. En je hebt hier een opbergvak. En dan is de vakken in de deuren zijn heel erg groot. Blikvanger in deze auto is eigenlijk het grote beeldscherm waar je allerlei functies op moet bedienen. Want echte knoppen, fysieke knoppen, zijn er bijna niet meer. Alles wat je moet bedienen gaat via het scherm of via een paar kleine knopjes op het stuur en met deze 2 hendeltjes. En that's it. Ander opvallend ding is dat je hier een audiosysteem, dat bestaat eigenlijk uit de luidsprekers die allemaal in een soort soundbar zijn ondergebracht. En in deze versie hebben we ook nog een enorm groot panoramadak. En dat maakt het interieur wel mooi helder en licht. Bovendien heb je iets meer hoofdruimte. Hoe deze auto in de praktijk bevalt, gaan we nu even uitproberen. Maar voordat we wegrijden, hangen we er eerst even een testcaravan achter. En dat is een mooie, slanke Eribar.
elektrisch caravan trekken is natuurlijk nog niet helemaal perfect. Met name op het gebied van actieradius zou je misschien toch wel een wat groter bereik willen hebben. Hoewel met het huidige snellaadnetwerk in Europa het toch geen probleem moet zijn om een redelijke dagetappe af te leggen. En wat relaxte reizen is natuurlijk ook nooit weg. Maar goed, de beste eigenschappen van elektrische trekauto's zijn natuurlijk het enorme koppel van de auto, het hoge gewicht van de trekauto. Deze weegt al bijna 2 ton leeg. En met een beetje bagage erin gaat het richting 2200 kilogram en dan mag je natuurlijk makkelijk 1600 kilogram trekken. Maar het gemak waarmee het allemaal gaat, dat is echt indrukwekkend. Net even over een verkeersdrempeltje heen, dan voel je wel dat er even een klein beetje onrust in de auto komt. Maar het mag eigenlijk geen naam hebben. De auto is zo stabiel. Zelfs als je op de snelweg rijdt en je haalt een vrachtauto in, je merkt er bijna niks van. Ik moet wel zeggen dat ik wel behoorlijk moet wennen aan de bediening van het hele systeem hier. Want er zitten bijna geen fysieke knoppen. Er zitten een paar op het stuur en er zitten veel dingen in die hendeltjes hier. En de rest, ja, dat moet allemaal gebeuren via het beeldscherm. Ook de snelheidsaanduiding is via het beeldscherm. Dus je moet af en toe, gaan je ogen even naar die kant te kijken, rijd ik niet te hard. Maar in alle andere opzichten is deze EX30 echt een zeer indrukwekkende auto.